Vandaag in de studio hebben wij Sjoerd Kuiper. Leuk dat je er bent. Ik heb hier jouw nieuwste boek liggen. Jij hebt het zelf nog niet gezien. Nee, absoluut niet. Nog heel even kort een inleiding. Jij schrijft al zo'n 30 jaar. Je schrijft proza, poëzie voor volwassenen, kinderboeken, musical teksten, filmscenario's. Allemaal. Allemaal. Voor al die dingen ben je ook wel eens een keer genomineerd of beloond met een grote prijs. Nou, niet alles. Poëzie niet bijvoorbeeld, maar ik mag niet klagen. Je mag niet klagen. Nee. Ook je Robin-serie is heel bekend. Ja. Daar heb je 10 jaar geleden, ongeveer 10 jaar, 96 geloof ik, voor het laatst een gouden griffel mee gewonnen. Ja. Robin en God. En daarvoor al een keer voor Robin en Suze een zilveren en nu dus weer. En nu weer inderdaad. Ja, Robin is verliefd. Dus die zilveren griffel is eigenlijk ook een soort nominatie voor een gouden griffel. Dus dat is... Dat wachten we rustig af. Ja, dat is het nieuwe systeem. Ja. Dus op 2 oktober weten we echt pas ter plekke. Wat er gaat gebeuren. Ja. Deze komt daar nog niet voor in aanmerking, maar misschien volgend jaar. Absoluut. Sjaantje doet alsof. Dit is hem. Nou, kijk zelf eerst even misschien. Nou, het ziet er zeer fraai uit. Ik heb natuurlijk alles wel gezien wat erin staat, maar het boek is het toch weer helemaal, voelt ook lekker aan. Hoe is het met die prijzen? Doet dat nog veel met je? Is het belangrijk om op die manier gewaardeerd te worden? Nou, het was 10 jaar geleden en ik had even de indruk dat ze me misschien vergeten waren. Ik voelde me echt zo'n oude muis in het huis van de kinderliteratuur die nog een korstje vergane glorie zat te knabbelen. Maar toen de dames van Nieuw Amsterdam voor het raam stonden te juichen met champagne en taart. Toen sprong mijn hart wel open. Ik was zo blij. Echt heel erg blij. Dus zal het geen goud worden? Die blijdschap heb ik al gehad. Want het is toch waardering. Ja. Dus, ik kijk dit straks nog. Ga jij maar even. Ja? Ja, kijk, we kunnen het nu ondertussen. Ja, het ziet er wel heel goed uit. Kun je wat vertellen over hoe dit boek tot stand is gekomen? Je hebt specifiek gekozen, geloof ik, voor Daan Remmers de Vries. Ja, maar in een laat stadium. Want eigenlijk was het ook nog de bedoeling dat het een verhaal over Robin zou worden. Okay. Het jongetje Robin. Maar het verhaal ontwikkelde zich zodanig dat dat niet meer kon. Het paste niet meer bij het karakter, de ontwikkelingen hier binnen. Toen heb ik voor een meisje gekozen, omdat meisjes ook wel eens aan bod mogen komen in mijn boeken. En toen, het is gebaseerd op mijn eigen kinderen. Die vaak genoegen namen met een net alsof snoepje. Als ze genoeg gesnoept hadden. En dat soms nog lekkerder vonden dan een echt snoepje. Omdat ze de smaak dus zelf konden bepalen. En dat idee heb ik uitgebouwd tot dit verhaal van Sjaantje. Je zei al even, het had eigenlijk Robin moeten worden, of tenminste? Nou, dat was de aanvankelijke gedachte, ja. En Robin, las ik op jouw eigen website, ben jij zelf? Ja. Tenminste, zijn jouw ervaringen uit jouw jeugd? Aangevuld met ervaringen van mijn kinderen. Oh, oké. Als Robin iets heel erg leuks zegt, dan is het meestal iets wat mijn kinderen gezegd. Nou, omdat je gewoon, ik kan me alles herinneren van vroeger, gebeurtenissen, maar niet meer wat er gezegd is. Nee. Dat kan bijna niemand. Dus ik moet de gebeurtenissen die ik me herinner aanvullen met dialoogjes, met gesprekjes. En die komen dan heel vaak uit het huiselijk leven dat ik zelf toen ik met Robin begon leiden. Want mijn kinderen zijn nu 23 en 21. Okay, Dus dat is enige tijd geleden. Maar ik heb nog aantekeningen van toen ze 4 en 6 waren. Dus ik kan nog even voort. Ja, precies. Ja. Dat wilde ik eigenlijk vragen. Je hebt je eigen herinneringen. Nou, op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Op een gegeven moment bereik je een leeftijd die misschien niet meer zo goed naar jonge kinderen communiceert. Maar... Nee, dat denk ik niet. Nee, als ik over Robin wil schrijven, dan kan ik dat op mijn 90ste nog. Het is als het ware een soort treintje dat je helemaal van binnen en buiten kent en daar stap je in en dan rij je weer in diezelfde stijl voort. Ja. Ja. Wat is het geheim van een goed kinderboek? Waar zit hem dat in? In ieder geval, het is niet zo dat je altijd kind moet zijn gebleven. Dat zeggen heel veel kinderboekenschrijvers. Dat ben ik goddank niet. Want ik vind het leven als volwassene een stuk plezieriger dan het leven wat je als kind kan hebben. Ik bedoel, dat is voor mij duidelijk. Maar je moet wel heel duidelijk je in het hoofd van je hoofdpersoon kunnen verplaatsen en door zijn ogen naar buiten kijken. En dan opschrijven hoe die reageert op bepaalde situaties. En dat is natuurlijk heel vaak hoe ik gereageerd zou hebben toen ik 4 was, 5 jaar, 6, 7, 8. Nagelang de leeftijd van de hoofdpersoon. Nu heb ik zin, zegt opa, om net te doen alsof ik mooi kan zingen. Dat kan helemaal niet, zegt Sjaantje. Als je niet mooi kunt zingen, kun je nooit doen alsof je wel mooi kunt zingen. Tuurlijk wel, zegt opa. Ik kan niet goed voetballen, maar moet je zien wat ik doe.
In de allerlaatste minuut van de allerbelangrijkste wedstrijd maak ik het allermooiste doelpunt. Pof!